Som 7 laat een voorbeeld zien van een van de grappen die ze vooral uithalen bij hoofdstuk over geluid. Op de een of andere manier laten ze er bijna altijd wel een of ander grafiekje zien wat je nooit hebt gehad. Deze zag ik zelf ook voor het eerst. En het enige wat je kan doen om dit soort sommen goed te maken, is vooral goed kijken. Goed kijken van ja, waar gaat het over? Oh, hier gaat het over de tijd. Daar gaat het over het decibel. En je ziet dus hier de tijdsduur, hoeveel uren hij zonder schade in het verkeer kan zijn. Zonder gehoorschade op te lopen. Nou, ik weet niet wanneer die gehoorschade oploopt, dat kunnen we opzoeken in BINA's, dat ga ik maar even doen. En ik weet niet waar dat staat. En dan gaan we het hebben over, kijk hier, 27, gehoorgevoeligheid. Dat lijkt het mee te maken te hebben. 27. Kijk eens. Gevaarlijk geluid, kans op gehoorbeschadiging. En waar is dat? Bij ongeveer 95 tot 100 decibel. Zie je het? Daar. Gevaarlijk geluid, kans op gehoorbeschadiging. Dus ga naar de 100 decibel toe. Laten we even gaan kijken. Waar zit nou de 100 decibel? De 100 decibel zit hier. Dus op het moment dat hij geluid hoort dat harder is dan 100 decibel, dan is dat direct kans op gehoorschade. Maar ja, die staat hier, en in die tabel staat dat ook, hoe lang kan die het nou doen zonder dat het schade is? Wanneer loopt hij nou gehoorschade op? Dat kun je ook weer zien in binnenschouw, nog even aan diezelfde grafiek. Eigenlijk begint hier bij dit, bij 90, begint dat te draaien. Gevaarlijk geluid, kans op gehoorschade. Bij 90 decibel. 90 decibel. Is er zo'n punt dat hij eigenlijk na 2,5 uur weg moet daarvan. Dus zou die zonder gehoorbescherming rondlopen, dan moet je eigenlijk tegelijk te zijn uit. En hier is dat op die grens, 90 decibel, 2,5 uur. Dan moet hij eruit. Oké. Lastige vragen. Moeilijk uit te leggen. En het is ook weinig zin om het uit te leggen, omdat iedere keer loop je tegen een ander grafiekje aan. Probeer zelf die grafieken te begrijpen. Oké. Wat ik niet zag staan in deze grafiek, dat ging over geluidssnelheden. Laat ik het voorbeeld zelf dan maar bedenken. Stel, ik heb een boot. Een bekend voorbeeld wat je vaak hoort. Op die boot zit een sonarapparaat. En die zendt een bepaald geluid uit. En dat geluid dat wordt teruggekaatst van de bodem. En dat ontvangt die dan ook weer terug. Nou, je kunt je voorstellen dat het geluid, als het uitgezonden wordt, heeft een bepaalde voortplantingssnelheid en dan gaat het weer terug. En dan komt het weer terug bij die boot. Als je wil weten hoe lang het geluid erover doet, dus als je wil weten wat de tijd is, tijd, t, is hoeveel seconden, dan kun je ook daarbij gebruik maken van de
Formule V is S gedeeld door T. Als je nou bijvoorbeeld weet dat de snelheid, de voortplantingssnelheid in water, laten we dat nog eens even opzoeken. Die is in zeewater zelfs 1510 meter per seconde. En stel nou dat die afstand tot de bodem 150 meter is. Geluid 150 meter en weer terug 300 meter totaal. Dus de totale afstand is dus 2 keer, keer 2, is dus 300 meter. Ook bij deze som moet je goed rekening houden van ja, gaat het geluid naar heen en weer of is het alleen maar heen. In dit geval is het keer 2. Nou, we hebben een aantal gegevens. V is S gedeeld door T. Ik snap er geen bal van. Ik maak de driehoek. S boven, T daar, nou die V moet dan daar. Ik ga kijken, ik moet uitrekenen wat T is. Dat betekent dat T is S gedeeld door V. T is dus S gedeeld door V. Ik zie heel veel fouten dat mensen maar een formule opschrijven terwijl ze het niet zeker wisten. Dus als je dat nou niet zeker weet, en zeker met dit soort formules, gebruik dan ook die driehoek. Hier, terug. Terug naar de som. T is dan 300 meter gedeeld door snelheid 1510 meter per seconde. Rekenmachine. 300 gedeeld door 1510 is 300 meter. Ik heb een tikfout gedaan. 300 gedeeld door 1510 is 300 gedeeld door 1510, ja, is dus 0,199 seconden. Vaak wordt mij gevraagd van hoeveel cijfers nauwkeurig, meneer. Nou weet je, dat is niet helemaal te zeggen. Als je ervan uitgaat dat de andere getallen met 3-4 cijfers zijn, moet je het ongeveer met diezelfde nauwkeurigheid doen. Je wordt er niet op afgestraft, maar zorg er in ieder geval voor dat je pas op dat einde af gaat ronden. En niet tussendoor. Als je tussendoor af gaat ronden, dan worden deze fouten steeds groter. Misschien dat dan de afwijking van jouw antwoord te groot is. Dus, in dit geval is 0,199 seconden prima. Ook dit zou goed zijn geweest. Ja? Duidelijk? Oké. Nou, dat zijn eigenlijk de sommen over geluidssnelheid. Ik heb rekening gehouden met de snelheid door water. Dit is hoofdstuk 5.